Vanavond in Ponyels XL zoeken we de confrontatie met de man die de kilometerstand van zijn BMW terugdraait en hem vervolgens te koop zet. En laten we Marokkaanse jongeren de film Snackbar bekijken, waarin hun leven wordt nagespeeld door acteurs. Maar we beginnen met de nieuwste racebaan van Nederland, de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Althans, dat dacht de gemiddelde automobilist toen de weg werd verbreed van 3 naar 5 rijstroken. Maar wat blijkt? Je mag er sindsdien niet harder rijden dan 100 km per uur. En om dat te controleren heeft justitie besloten om vanaf volgende maand over een lengte van 30 km in beide richtingen trajectcontrole in te voeren. Van Amsterdam naar Utrecht en van Utrecht naar Amsterdam. Eén grote vlakte met prachtig asfalt. De natte droom voor iedere automobilist. Totdat ze hier de ongepaste snelheidslimiet van 100 km per uur hebben ingevoerd. En om de nachtmerrie nog even compleet te maken, wordt er op dit moment een trajectcontrole aangelegd. De A2. Van asfalthemel tot asfalthel. Wouter van Autoblog, jullie volgen de perikelen rond de A2 al heel lang. Ja. Kun je eens uitleggen hoe het nou begon? Nou, met heel veel file volgens mij. Hè? Dit is zeg maar zo'n traject waar je eigenlijk al heel lang vertragingen hebt gehad. En op een gegeven moment eindelijk ging een kogel doorkijken. Want de politiek heeft gewoon jarenlang gewoon eigenlijk geen asfalt erbij willen leggen. En dat is nu goed gekomen. Ik pak hem regelmatig en je zou kunnen doorrijden. Want zijn we nu blij? Ja, niet helemaal, want dit is zo'n weg waar je makkelijk harder zou kunnen rijden en je mag er maar 100. 100 km per uur op een vijfbaansweg. Het blijkt een dagelijkse bron van ergernis voor de Nederlandse forens. Belachelijk. De weg is breed genoeg om sneller te kunnen rijden zonder het gevaar oplevert. Dus ik vind het eigenlijk een beetje plagen van mensen, zeg maar, om dat te doen. Ik kan me voorstellen dat het 's avonds dat het wel wat harder mag. Ik rijd net ook eerst. Eerst gewoon een stuk 120 en dan opeens moet je 100 gaan rijden. Dat is wel een beetje apart. Dus, Waarom apart? Nou, opeens die overgang, zeg maar, terwijl het toch ruim baan is. Dus wat mij betreft gas erop. Dat is 100 is wel een beetje overdreven, ja. Maar ja goed, de auto's zijn tegenwoordig steeds luxer en rijden steeds beter. En als je 100 moet rijden, ja goed, dan ben je toch geneigd inderdaad om het meer gas te geven. En het is niet om te jakkeren of om snel te rijden, maar goed. Het kan ook makkelijk, dus Waarom niet? Ja, waarom niet? Het is vooral eigenlijk niet gebruik maken van het geld dat er is ingestopt. Het is waar. Die vijfde baan heeft een flinke klap geld gekost. Maar wie heeft die snelheidslimiet van 100 km per uur eigenlijk door onze strot geduwd? Nou, dat komt omdat ze daar de optie kregen om een vijfde baan aan te leggen, een vijfde strook. En toen begonnen de omliggende gemeentes te protesteren. Breukelen, Apkoude. Van we gaan naar de Raad van State en we gaan het een paar jaar tegenhouden dan. En toen hebben ze gezegd vanuit het ministerie, toen nog onder Camille Eurlings, van nou weet je wat, we bouwen die vijfde baan en dan verlagen we de snelheid naar 100. Maar waarom? Ja, ze zeggen dat er dan te veel luchtvervuiling is, milieuuitstoot, allemaal dat soort dingen. Het heeft vooral te maken met de mensen die daar omheen wonen. Als je 100 km per uur rijdt, dan heb je minder CO2-uitstoot. En je maakt minder lawaai. Als je dan kijkt naar de plek waar je 100 mag, dan valt op dat daar helemaal geen mensen wonen. Dat is weiland. Het is de beleving van mensen, die snap ik dan heel goed. Dat je zegt van oké, als je bij Breukelen rijdt, dan doen we gewoon even rustig aan. Dan zijn we sociaal, want daar wonen mensen. Maar dat hele lange andere stuk waar niemand woont, ja. het is niet te verkopen. Nee, nou ja, goed, dat zou kunnen. Die beslissing heb ik gelukkig niet gemaakt. En de toekomst zal het uitwijzen of dat eventueel aangepast gaat worden. Maar vooralsnog niet. Eigenlijk gaat het gewoon nergens om. Weet je waar ik wel heel erg voor ben, is om bij wegen te kijken van goh, welke snelheid past hier. In de stad past 50, maar ligt er een soort halve snelweg in de stad, dan past 50 niet meer. Ligt er een A2 met zoveel banen en een goede vangrails en een ruime uitritten, ja, waarom zou je daar in godsnaam 100 moeten rijden? Welk gevoel bekruipt jou op het moment dat jij zo in de avond, als het stil is op de weg, op de A2 rijdt, op vijfbaans weg en je mag er maar 100? Ja, het lukt me niet. Dat kan ik niet. Ik heb het eens een keer geprobeerd en halverwege lag ik al half te dommelen. Nee, ik heb dan toch het idee van dat je dan redelijk zombieachtig moet wezen. Wil je dat dag in dag uit lukken? Een keer lukt je dan misschien nog wel, maar als je dat iedere dag zou doen, dan heb ik toch wel zoiets van
Ja, wat voor avontuur heb je dan eigenlijk nog? Tot zover het Po-nieuws. Tot morgen. Ook onze voorzitter is boos. Dagelijks begeeft hij zich tot zijn grote afgrijzen urenlang op de A2. Het was wel weer heel lekker, jongens, vanavond. Dank jullie wel. Waar ik boos over ben, heeft alles te maken dat ze van een hele mooie snelweg, 2x5 baans, die uitnodigt om net iets harder te rijden dan is toegestaan in Nederland, om daar maximaal 100 borden neer te zetten. Je mag daar dus niet harder dan 100 km per uur. Dat vind ik al echt bespottelijk. Als je 's avonds, zoals ik vaak, laat de studio uitkom, 11:15, 12:15, dat ik gewoon naar huis wil. En dat betekent ook dat ik dan wil doorrijden en dan ga ik niet met 200 km per uur naar huis, maar ik rijd daar wel 140. De duisternis valt op de snelweg. De neonlantaarns zijn snoeren van licht. Nou kijk, aan de overkant, daar zijn ze nu dus bezig met het volhangen van met camera's boven de weg voor die gebruikte trajectcontrole. De kant van Amsterdam naar Utrecht is inmiddels helemaal voorzien. Nu ben ik gewoon verplicht om met 100 kilometer, 30 kilometer lang van Amsterdam naar Utrecht voor te sukkelen om, hoe laat is het? 11:50. Waarom de trajectcontrole? Onze ervaring leert dat als je trajectcontrole plaatst, dat het overtredingspercentage maar 0,5% is. Nu is dat 7,5% als we dat controleren. En vanaf mei wordt daar met trajectcontrole gecontroleerd. Dus vanaf mei dan is het helemaal afgelopen met de pret op de A2? Ja, tenzij je er veel voor over hebt om daar hard te rijden. Maar anders heb je kans dat je 24 uur per dag de post bent. Ja, dan houdt het op. Trajectcontrole doe ik altijd plus 5 à 6 kilometer. En dan word ik ook nooit geflitst. Dus ik rijd dagelijks over trajectcontroles. Dus 80 is 85, 86. En, ik denk als je 90 doet, dan zou je geflitst kunnen worden, maar ik ben nog nooit geflitst. U kiet het heel nauwkeurig uit. Ja, dat is een wetenschappelijke benadering. Een leuk spel. Ja. Erger kan je de burger en de automobilist gewoon niet straffen. Leg dan gewoon tramrails neer en laat je vervoeren. Dan kan je ook, dan kan je gewoon andere dingen doen. Want met zo'n snelheid als 100 km per uur ben je gewoon geneigd om al andere dingen te gaan doen. En dat irriteert mij. Wat zie je dan gebeuren? Nou, dan gaan mensen dit doen. Die zitten te Facebooken. Ik zag het laatst ook iemand doen. Die reed keurig 100. En die zat gewoon op de mobiel behoorlijk te typen in ieder geval. Omdat ze zich vervelen? Omdat ze zich vervelen. Er komt gewoon geen einde aan die weg. En jij zegt iets harder, dan ben je geconcentreerd. Ja. Dat je er verveeld van raakt, ja, dat kan ik me inderdaad voorstellen. En dan wordt het gevaarlijker? Dan wordt het gevaarlijker. Als je iets sneller rijdt, dan ben je wel weer geconcentreerd. Ja, die mening moet ik delen. Wij zijn van Poont en Poont zou Poont niet zijn als we ook niet de mensen wat tips aanreiken hoe ze dit kunnen ontduiken. Misschien kunt u daarop reageren als wij een per ongeluk een kleedje over ons nummerbord heen laten wapperen, per ongeluk. Ja, dan maak je je schuldig aan een misdrijf en daar staat zelfs hechtenis op. Dus dat is niet zo'n goed idee. Hechtenis? Ja. Word je opgesloten? Ja. Een fors dreigement. Maar er zijn nog altijd mensen die zich er niets van aantrekken en het gevecht met de flitspolitie blijven aangaan. Piet is daar een voorbeeld van. Een jonge vent die om begrijpelijke redenen niet herkenbaar in beeld wil. Jij houdt niet van trajectcontroles. Nee, ik vind het belachelijk dat je op sommige snelwegen maar 100 mag rijden in plaats van 120 of 130, terwijl er wel de ruimte voor is. En daar heb je iets op gevonden? Ja, ik heb een platecard gevonden via internet. En daar kan ik indrukken op de knop een doek voor mijn kenteken laten zakken. Beschrijf eens de situatie. Jij rijdt op de snelweg en je ziet dat er een trajectcontrole aankomt. Wat doe je dan? Dan let ik op het portaal, want je moet wel weten waar de trajectcontrole begint. En als die begint, dan pak je de afstandsbediening en druk je op de knop en is binnen 1,5 seconde je kenteken niet meer leesbaar. En als je door het eerste portaal bent, kun je hem weer omhoog doen, want dan heeft hij je start niet gemeten in de trajectcontrole. Dit is illegaal? Ja, het is niet toegestaan op de openbare weg. Het gebruik daarvan heb ik begrepen. Het bezit is niet strafbaar. En ben je wel eens gepakt? Nee, nog nooit. En hoe lang doe je het al? Ik denk nou zo'n 6 maanden. Wel eens aangehouden? Wel eens aangehouden, ook wel eens een randje om de auto gelopen, maar nooit hebben ze het ontdekt. Voor jou werkt dit zo goed dat jij zegt van ik ga hier een handeltje in beginnen? Ja, ik denk dat hier veel vraag naar is en dat meerdere mensen er wel interesse in hebben. En wat kost het? Dit systeem kost €239 en dan heb je het aan de voorzijde en achterzijde. Goed, het is een flink risico dat je neemt, maar er is dus nog hoop voor de vele mensen die zich dagelijks op de A2 begeven. Al legt niet iedereen zich er zo makkelijk bij neer. Mijn vrijheid is weg. En ik zal er dan ook alles aan doen
om ervoor te zorgen dat ik die vrijheid terugkrijg. Want ik pik dit niet. Nee, serieus. De film Snackbar ging deze week in première. Een film over Marokkaanse hangjongeren, nagespeeld door acteurs, maar, zo zegt de maakster, gebaseerd op de werkelijkheid. Wij namen de proef op de som en namen een aantal Marokkaanse jongeren mee naar de bioscoop met de vraag: herkennen jullie je in dit verhaal? Ja, la rol! Nee, nee! Weet je wel, wat lijf het? Die wind rookt ook mee als lijf. Ik ben kapot, man. Hey, hoe kom je aan die fietsen zijn? Nee, ik wou ook net vragen. Ik, Dielman. Huh? Dielman? Kleine jongetje, net geklapt. Waarom had je zoiets van, ja, ik wil met dit onderwerp aan de slag? Nou, ik kwam gewoon per ongeluk in die snackbar terecht. Met die hangjongeren, met die Turkse eigenaar. En die jongens, die, ja, dat was voor hun een heel prettige hangplek. En de sfeer en de landerigheid van het hangen, die dan in een mum van tijd in een enorme chaos gevechten ontstaat. Jongens, even rustig nu, hè? Even rustig, ja? Ik ben eigenlijk al vanaf geboorte al met de harde hand opgevoed. Voor mij is dat mijn tweede natuur. Ik ken niet beter. Ik vind het raar als mensen juist, als ik Nederlanders zie en een kind doet iets heel ergs en ze gaan praten, dat is voor mij iets heel apart. Ik krijg gelijk dan een hak naar mijn hoofd of een bezem. Je wordt denk ik ook wel agressief daardoor. Zelf. En als die anderen zien, ik zag anderen. Heb je nog ik deze net. Dit is mijn telefoon. Nee, verdwijnt u. Dit is mijn telefoon. Hoe kom je daar? Dit is mijn pocket. Is jouw pocket. Hoe kom je eraan? Hij praat met jou, Mathieu. Blackberry. Wil je hem kopen of wil je hem niet kopen? Hey, je bent gek. Dat is mijn telefoon. Ik ga mijn eigen telefoon toch niet terugkopen? Nou, dit is Jackie. Goed, man. Ik ga wel je krachten met Piet. Ben je gek geworden? Ik heb hem. Ik heb hem. Ah, pak hem. Pak hem. Oh, yeah. Geef die pocket eens, Piet. Geef die pocket. Oh, wat? Check it. Wait, chihuahua, wait. Alles hier nog een keer. Kun je een aantal praktische voorbeelden geven die in de film voorkomen waarvan jij zegt van ja, dat heb ik ook op straat gezien? Nou, dat hele opvliegerige, hè, constant met elkaar in conflict zijn om de kleinste dingen. Ook dus heel veel haat en nijd onderling. Hè, jongens die het ene moment lijken voor elkaar op te nemen als er van buiten een agressor is, een agent of iemand die wat van hun gedrag zegt. Onderling weer uit elkaar vallen en ruzie over van alles en nog wat. Dingen van elkaar stelen en afpakken en zo. Ja, wat moet je die shit dan houden? Wat is het met je malle boer nu? Die diepbak. Hoe gaan ze aan die broodje? Goed dan met je bek. Kijk hoe stoer ze kijken. Jij, je malle moer, jij. Dat je gangster of zo. Laat dit trek je ogen eruit. Schade. Kijk hem namens. Nee. Hoofddoek, strakke broek. Wat voor jongens zijn dit nou? Hangjongeren, die blowen, geen toekomst hebben. Hoe komt dat? Omdat ze niet voor hun diploma gingen. Nee. En niet op school, hun school hebben afgemaakt. Ja, ik vond het een tof film. Tof? Wat vond je er tof aan? Gewoon hoe die, hoe ze het acteren en zo. Ja. En het klopt een beetje, maar er zijn ook dingen die overdrijven. Ja. Ze overdrijven wel een beetje met het scheldwoorden en het stelen. Wordt minder gescholden? Er wordt wel gescholden, maar minder hoe ze in het film spelen. Ken je ook van dat soort jongens? Ja, ik ken er wel een paar. Ja, maar die zijn wel een beetje netter. Nette hangjongeren. En niet zo net, maar schelden niet zoveel en zo. Okay. Ja. Ze schelden iets minder, maar ze hangen ook gewoon rond. Ja, ze hangen wel bij een snackbar of bij een café. Ja. Dus je vond het wel een realistische film? Ja, maar niet alles klopte. Ja, en ik snap niet waarom die jongen voor zo'n rol wil spelen. Wat bedoel je daarmee? Ja, dat ze worden omgekocht om te spelen wat de Marokkanen doen. Terwijl ze zelf Marokkaan zijn. Vind je niet netjes? Als Marokkaan hoor je niet een zo'n Marokkaan te spelen? Ja, eigenlijk hoor je eigenlijk voor je volk op te komen. Hier maak je het juist zwart. Je vindt dat de jongens de Marokkaan zwart maken? Ja, eigenlijk wel deze. Ik snap wel dat ze denken van, ah shit,
waarom weer zo'n film over ons? En waarom niet een film over Antillianen of Hang Nederlanders of weet ik veel wat? Ik zou dat eigenlijk jammer vinden. Ja. Want dat is niet de bedoeling van de film. Nou hoorde ik net van een paar jongens die zeiden van ja, ik vind eigenlijk helemaal niet netjes deze film. Want Marokkanen worden zwart gemaakt. Ja, Marokkanen wordt ook zwart gemaakt. Die film slaat nergens op. Dat vind ik. Maar je vindt het wel realistisch, zeiden net. Ja, het heeft geen onderwerp. Je ziet ze alleen maar op een snackbar zitten, staan, roken. Alleen maar dat zie je, komt het meest voor. Maar heb je juist niet het idee dat het erover gaat hoe het komt dat de jongens daar hangen? En de een die heeft geen vader of een problematische relatie met zijn vader, de ander is drugsverslaafd. Ze worden zwart gemaakt. Omroepen wilden de film niet hebben. Ook omdat hij te rauw zou zijn en misschien ook te provocerend. Ja. Uit politiek correctheid hebben ze gezegd van, we willen hem niet. Nee. Nou, ze vonden het gewoon te veel personages, voer voor PVV. Het is toch heel erg vreemd dat een publieke omroep die een publieke taak moet dienen, dat hij dan een realistische film weigert omdat dat voer voor de PVV zou zijn. Ja, dat is zo. En als je dan ook bedenkt dat ik de maker ben van Turks Kom Af, vrij bizar, ja. Deze film is een kans om mensen echt te laten zien hoe dat eraan toe gaat en een oordeel te vellen. Mm. Ook voor mensen die vroeger jong zijn geweest en de achterbuurt zijn opgegroeid toen het nog wit was, hè, waar mijn toekomstige onderzoek ook over gaan, te zien, zich te herkennen in die jongens en te zien dat het gewoon een herhaling is van straatcultuur en achterstandsbuurt. Alleen nu zijn het vooral allemaal Marokkanen. Het is een kans om te laten zien hoe het echt is. Mm. En dat mensen daar op de PVV gaan stemmen, dat moeten ze zelf weten. Dat zijn vaak een beetje bange, ongeïnformeerde mensen. Maar ik denk dat vooral alle politici deze film moeten zien. En ik snap ook niet dat de publieke omroep daar die vergissing maakt door te zeggen dat gaan we niet laten zien. Want juist die houding, dat is voer voor de PVV. In Politie was vorige week te zien hoe makkelijk het is om de kilometerstand van je auto te laten terugdraaien. Bedrijfjes maken overuren om aan de groeiende vraag te voldoen. Vind je dat etensverantwoord, zeg maar, dat jullie kilometer? Ik lever alleen maar een dienst. Hetzelfde je als, je kan... De praxis moet ook verantwoordelijkheid nemen als je potgrond verkoopt. Als jij de viool inzet, is het goed. Maar als jij er wietzaadjes in gaat planten, dan is het niet goed. En ik neem geen verantwoordelijkheid. Nee, maar... Tijdens ons onderzoek maken we kennis met Jeroen, die op zijn gemak wacht tot de kilometerstand van zijn BMW is teruggedraaid. Hij verzekert ons dat dat niet gebeurt omdat hij de auto wil verkopen. Toch noteren we voor de zekerheid het kenteken en wat blijkt? 2 dagen na de opname staat de BMW te koop bij een bevriende dealer. Tijd om een kijkje te gaan nemen. Ik zag een BMW nu staan, 316 volgens mij. Ik zie die net staan. Welke? Zo'n station. Verkopen wij voor een klant? Ja. Niet op locatie aanwezig. Oh shit. Jeroen, Richard, als jij tijd hebt, wil je mij even terugbellen. Dank je. Echt een mooie auto en hij is niet duur voor dat geld. Nee, ik heb het gezien, het was een mooie auto. Dus echt, en ik weet hoe die jongen is, als ik het netjes. Pas heb hij nog die winterbanden, zomerbanden, beurt APK. Bij de dealer vandaan, met boekjes erbij. En dan weet je dat de kilometers niet meer gerotzooid is. Bam. Ik raad hem aan, laat ik het zo zeggen. Ik zit daar niet tussen, dus dat is echt... Topauto. Hartstikke goed. Ik heb wel veel moeite. Ja. En ik hoop dat hij snel belt. Een uurtje later krijgen we een telefoontje. We kunnen de BMW komen bekijken. Jeroen, de verkoper, zal er ook zijn. Hi. Ken je me nog? Nee. Oh. We zijn van Ponyus. Ja. Volgens mij heb ik een tijdje geleden tegen Nobio gezeten. Weet je dat nog? Nee. Bij de kilometer draai. Dat is de kilometerdokter. Ik heb hier geen zin in. Waarom niet? Omdat ik er geen zin in heb. Ja, maar jij hebt de auto toen teruggedraaid, weet je dat nog? Ik weet het niet. Toen vroeg ik aan jou weer de auto verkopen. Toen zei je tegen mij van nee, de auto ga ik niet verkopen. Nou, dat ga je dus wel doen. Ja, wacht even. We zijn gewoon aan de andere kant aan het vragen. Nee, geen camera. Waarom niet dan? Waarom niet? Ah, kom op, doe niet zo flauw. Je bent hier bezig met fraude, vriend. Doe even weg met de camera. Nee, we gaan niet weg doen met de camera, Jeroen. Jij neemt maar een beetje in de maling. Ik neem je in de maling. Jullie zijn mensen in de maling aan het nemen met de kilometer teller terugdraaien. Daar weet ik niks van. Daar weet je niks van? Je raadt me wel de auto aan. Ja, omdat dat een vriend van mij is. Maar verder vriend van jou is? Ja. Je weet dat de kilometers van deze auto terug zijn gedraaid, of niet? Dat weet ik niet. Wij adverteren ermee. Op het moment dat die man hier dan komt om de foto's te maken, want die zijn ook niet hier gemaakt.
dan maken wij een notitie van de kilometerstand. Die voeren wij in NAP. Als blijkt dat de kilometerstand niet klopt, halen wij hem van het internet af. Verkopen wij die auto niet. Maar waarom heeft u dat bij deze auto niet gedaan dan? Omdat die man nog langs moest komen voor de foto's. Die staat pas net op het internet. Is het niet verstandig dan om de auto van tevoren te controleren of de auto wel goed is voordat u hem op eigen website zet? Ja, blijkbaar nu wel. Maar ja, dit is nou één keer fout gegaan. Ik weet niet of dat de eerste keer is. Ja, dit is de eerste keer dat ik jullie betrap. Nee, dit is echt de eerste keer. Wanneer de gemoederen wat zijn gesust, wil de garagehouder onze beelden wel bekijken. Beelden van zijn zogenaamde vriend Jeroen bij de autodokter. Even kijken. Waarom treint er geen verkoper? Nee, ja, van beurt. Ik haal er ietsje zo. Nee, gaat het zo snel. Beelden liegen niet, ik geloof je. Maar ja, ik wist hier 100%, 105% niks van. Maar jij hebt me de auto aangeraden, dus als ik nou zo dom en naïef was om jou te geloven, had ik nu 16.500 euro voor een auto betaald die wellicht de helft minder is. Ja, maar op en dat neem ik jou kwalijk. Ja, heb je gelijk in. Maar op het moment dat ik hem in het systeem zou zetten met de kilometerstand en dan zou naar voren blijven, ja goed, in dit geval niet. Dus ja, ik snap niet hoe die daar onderdoor komt. Maar volgens de NAP is die goed, dus dat ja, je hebt gelijk. Hij loopt gewoon te sjoemelen. Hij loopt sjoemelen, daar heb je helemaal gelijk in. Wie controleert nou de gegevens van de juiste kilometerstanden in ons land? Dat is de Stichting Nationale Autopas. Bij iedere APK-keuring moet de kilometerstand van de auto worden doorgegeven. Maar de eerste APK-keuring vindt pas plaats na 3 of 4 jaar. En dus is het voor iemand die veel kilometers maakt aantrekkelijk om vlak voor de keuring voor 5 tientjes je teller te laten terugdraaien. Geen haan die ernaar kraait. Het systeem is niet volledig waterdicht. Als u vandaag de auto 20.000 terugdraait en u laat hem dinsdag APK keuren, is dat voor ons niet te controleren. Want binnen de keuringen of de beurten dat een auto binnen het bedrijf komt, kan je in principe gewoon rommelen met kilometers wat je wil. Wat wij precies doen, is het registreren van kilometerstanden bij service. APK is het verplicht. Maar zeg maar bij onderhoud. Dat slaan we op in een database. En daarin kunnen wij redelijk goed zeggen of dan kunnen we gewoon zeggen dat de kilometerstand klopt of niet klopt. Is het nou redelijk of 100% zeker dat jullie kunnen? Dat is 99,9% zeker. Afgelopen week hebben we iemand betrapt die gewoon een manier heeft gevonden om met de NAP te knoeien. Dat kan ik me haast niet voorstellen. En wat er hier gebeurt, dat is dat er tussen 2 kilometerstandopnames snel even teruggezet wordt. Ja, en dat is een fraude die wij juist dreigen te bestrijden. Alleen ja, daar kunnen we niet voor. Dat is nou precies hetgeen waar wij tegen vechten. En dat is de kilometerfraude. Wij hebben een systeem waarin we zeggen van wij slaan de kilometerstanden op. Maar wat wij niet kunnen voorkomen is dat in de tussentijd de kilometerstanden teruggedraaid worden. Maar wat voor zin heeft dan het NAP dan nog? Ik bedoel, er wordt toch nog mee gesjoemeld. Ja, omdat hetgeen waar u over praat op hele kleine basis voorkomt. En dat is zeer gering. Maar dat weet u ook niet zeker? Nee, dat weet ik niet zeker. Kunt u me getallen noemen? Nee, dat weet ik niet. Slimme jongens zoals Jeroen hebben een gat ontdekt in het systeem. Ze kunnen gewoon tussen de beurten door gewoon sjoemelen met die kilometerstand. En de NAP komt daar helemaal niet achter. Dat klopt, de NAP ziet dat niet, want de NAP is een momentopname. De enige manier waarop je permanente controle zou kunnen krijgen is dat je de kilometerstand van de auto eigenlijk continu in de gaten houdt door een kastje of wat dan ook. Nou ja, dat wil niemand, dat is technisch ingewikkeld, dus dat zie ik er in korte tijd niet van komen. Wat er nu gewoon moet gebeuren is dat er opgetreden wordt, dat het rommelen aan kilometerstanden, dat dat al strafbaar wordt en niet alleen de oplichting. En dat er ook strak op gehandhaafd wordt, zodat dit niet meer voor kan komen. Conclusie. Op dit moment bestaat geen waterdicht systeem dat controleert of de kilometerstand van uw auto wel de juiste is. Het is dus aan de politiek om wakker te worden en met duidelijke wetgeving te komen. Tot die tijd moet u zich afvragen of de kilometerstand van uw auto wel de juiste is. Tot zover het Po-Nieuws XL. Volgende week zijn wij weer met onder andere een uitgebreide reportage vanuit de Oekraïne. U weet wel, daar waar het voor Oranje deze zomer moet gebeuren tijdens het EK voetbal. Tot dan!